Ik ben Jonas, ik ben sinds enkele jaren administratief medewerker binnen de dienst Integrale Veiligheid. Dus dat betekent eigenlijk de dossieren voorbereiden, projecten uitwerken in het kader van bijvoorbeeld preventie van sluikstort. Daarnaast ben ik ook de medewerker die instaat voor de dossiers openbare veiligheid. Ook het LIVCR, onze lokale Integrale Veiligheidscel, daar geef ik ook de ondersteuning. Dus het is eigenlijk een heel gevarieerd pakket. Geen dag is zoals een andere. Dat is denk ik ook wel een van de uitdagingen, maar ook wel het mooiste voordeel aan onze dienst. We zijn een beetje reactief in vaak gevallen. Als er iets voorvalt in de pers, in de media, moeten wij daarop reageren. Ik ben Kurt, ik werk voor de stad Nienhoven. Ik ben camerabeheerder. Dat is allereerst opstarten van de camera's. Kijken of die allemaal functioneren. En ook nog op de juiste plaats gericht zijn. En dan spreken we nog niet over hetgene wat je moet gaan opzoeken. Dan moet je echt op een tijdlijn gaan zoeken wanneer de feiten zich voordoen. Dat is zo'n beetje mijn job. En alle dagen zeker en vast contact houden met de bevoegde diensten. Ik ben Melissa en ik werk als gemeenschapswachtvaststeller aan de stad Nienhoven. Ik vind het vooral leuk om dicht bij de burgers te staan en samen met hun op zoek te gaan naar een oplossing voor hun problemen. Ik ben Christophe, deskundige van dienst Integrale Veiligheid. Binnen onze dienst ondersteun ik onder andere noodplanning met het maken van risicoanalyses voor evenementen in onze stad. En daarnaast ben ik ook coördinator van onze nieuwe dienst Burenbemiddeling. Dat is een nieuw project dat we vorig jaar opgestart zijn, waarbij dat we 13 vrijwilligers hebben opgeleid tot burenbemiddelaar. Samen met die vrijwilligers proberen wij de communicatie en vooral het samenleven van heel wat Nienhoofse buren te verbeteren. Het is heel gevarieerd werk. Je staat in voor de veiligheid van de mensen en je kan bijdragen aan een beter bestaan voor hun. En het is een heel aangenaam team en je kan eigenlijk deel uitmaken daarvan door bij ons te komen werken. Zin om dit gemotiveerde team te leiden? Solliciteer voor de job als diensthoofd Integrale Veiligheid via nienhoven.be/vacatures.